De prijs is door hoor, toch? Tuurlijk. Zo, we zijn er weer even live. Meneer Salans gaat ons uitleggen wat er precies gebeurt. Meneer Salans, wat gebeurt er hier? Er gebeurt niets noemenswaardig. We zijn opgeroepen als besturen van de kol. En we hebben dan vanmorgen vergaderd in verband met de wezen van eigenlijk opschorting. En ja, en dat is wat we hebben besloten. Einde van de rit van de vergadering van de kol. En die vergadering van de besturen bij de kol, die is nu eigenlijk al afgelopen. Als u achter me ziet, is het het syndicaat die nu bezig is met zijn mensen. Dus je kunnen we stellen dat die protesterende banden tevreden zijn met wat er uit de bus gekomen is? Gedeeltelijk wel, maar niet. Maar kijk, we hebben, ik althans, laat me praten over mezelf, ja? Ik althans heb slechte ervaringen met beloftes, ja? China Bribi, ja? Dus mijn organisatie, de werknemersorganisatie Openbare Werken, die heb ik vanmorgen al advies gegeven, ja? Van we gaan om 10 uur de werkplek verlaten om op de geheime locatie aan te melden. Dus ik ga nu naar mijn mensen toe en ze het verslag doen. Ja? En wat er vanmorgen verder gaat gebeuren. Oké, dus voorlopig gaan we geen protestacties zien? Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Die 1 SRD, wanneer moet dat ingaan? Dus dat die 1 SRD, op, 1 SRD government take op brandstof minder wordt, wanneer gaat dat in? Als het aan mij ligt, zeg ik, het was liever vorige maand ingegaan dan vandaag. Ja? Dus, en het is gezegd, maar er is nog nergens iets getekend. Dus ik weet niet wanneer het echt zal ingaan. Dat laat ik voor de kolleiding over. Dus even voor de duidelijkheid. Dit van vandaag, 10 uur werkplek verlaten, dat was eenmalig voor vandaag alleen? Ik ga mijn leden nu de instructies geven. Dat is voor mij hoor, ik weet niet. Want laat me praten voor mij. Ja? Ik ga alvast mijn leden morgen weer oproepen om het verslag te doen van de vergadering van de kol. Ja? De kolvoorzitter is hier nog. U kunt hem vragen wat er besloten is. Ik ga daar nog niet ingaan. Maar ik ga mijn leden vanmorgen oproepen om een verslag te doen voor wat besloten is vandaag. En het zal niet netjes zijn dat ze het via de pers nu horen. Dus ik ga naar ze toe. Als de kolvoorzitter het wil doen, is aan hem. Gaan we naar de kolvoorzitter op zoek. Abong, thank you meneer Salans. Zo, waar zit die meneer kolvoorzitter? Oké, we gaan even naar die kolvoorzitter op zoek, dan komen we bij u terug. Zo. Meneer Blanker. Wat gebeurt er hier precies? Ik zie meer mensen binnenkomen. Ja, we hebben de analyse gepleegd van de verwikkelingen van de strijd. Wat is er besloten? Oké, wat er besloten is tot nu toe, eigenlijk wat meneer Blanker zei, we hebben een analyse gepleegd met betrekking tot de strijd, omdat er zo'n beetje een, zullen we zeggen, niet onwetendheid, maar men begreep niet precies wat er, hoe de dingen in elkaar zaten. Dat hebben we dus aan onze bestuursleden voorgehouden en zij gaan het dan doorvertellen aan de leden van de lidorganisatie zelf. En hoe zitten zaken precies in elkaar? Oké, hoe de zaken precies nu in elkaar zitten is wat we eigenlijk al besproken hebben op het CLO-terrein. Het gaat erom dat we de drie punten behaald hebben. We hebben een winsituatie daar en dat we nu in overleg gaan met de regering, in tripartiet overleg zullen gaan met de regering met betrekking tot de 5% verhoging, extra 5% verhoging op de brandstofprijs.
Is er een datum aangegeven wanneer die 1 SRD government take minder wordt van kracht is? Totdat het getekend is, is er geen datum aangegeven. Wat we wel als call doen, is dat we sowieso onder zwaar protest natuurlijk, schorten we de werkzaamheden op. Echter, zijn er dan blijven we niet volledig aan het werk. Bepaalde blijven tot 10 uur. Schorten de acties op? Dus acties worden opgeschort, aangehouden, maar we zijn nog steeds in beraad. Totdat er getekend is, zijn de besturen, geven de besturen aan tot hoe laat hun leden op het werk moeten zijn. Dus nu is er een soort, hoe zou je dat noemen? Een sit-down actie? Hoe noem je dat? Het is geen sit-down actie, we gaan aan het werk. Maar totdat er getekend is, blijven we tot een bepaalde tijd aan het werk. En elke lidbond heeft dan zijn eigen manier van hoe ze dat in elkaar zullen zetten. Bijvoorbeeld het syndicaat voor onderwijsgevenden. We gaan naar het werk, maar wij blijven tot 11 uur op school. Het syndicaat voor onderwijsgevenden. Totdat er getekend is. Als er vandaag getekend wordt, dan gaan we morgen aan het werk. Volledig. Gaan we morgen volledig aan het werk. Welke banden zijn er nog meer aangesloten bij de call? Bij de call hebben we de banden van de universiteit, BPMWI, daar ben ik zelf bestuurslid. We hebben TAPU, dat is van de universiteit zelf, en hebben we CELOS. We hebben nog de douanebond, we hebben de bond van de belastingen, we hebben ook de crashes onder ons. En we hebben, als ik me niet vergis, De BPMO, de WOW. Echt, dus er zijn een aantal bonden. En waarschijnlijk zeer binnenkort krijgen we ook het VRM bij ons. Als je ze naar sector zou opdelen, dan heb je ambtenaren. Ja, allemaal zijn allemaal ambtenaren. Onderwijs. Ze zijn allemaal ambtenaren, maar ze zijn dan in verschillende sectoren. Van onderwijs naar de douane, naar administratief personeel. Allemaal aangesloten bij de call. En als ambtenaren, ja. Nog iets te melden? Wat we nu te melden hebben. We zijn in strijd samen met de gezamenlijke vakbonden. En voor ons is dit heel uniek. We vinden dit, het kon niet beter dan wat het nu is. En als er dan iets is wat er besloten moet worden, wordt het met de gezamenlijke vakbonden besloten in overeenkomst met hen. Die nieuwe eenheid die gevonden is bij die verschillende banden, dat gaan jullie koesteren? We moeten het koesteren. We moeten het koesteren. Zeker zullen we het koesteren. Om af te ronden, voor de duidelijkheid. Vanaf vandaag zijn jullie de acties zijn opgeschort, maar jullie zijn nog in beraad. Bij de call zijn de acties opgeschort, maar we zijn nog in beraad. En elke lidbond doet het op zijn manier. Omdat er zijn verschillende tijden, werktijden zijn. Hoeveel banden zijn er aangesloten bij de call? Op dit moment 17, 18. Ja, is veel, ja. Mag ik jullie namen trouwens? Mijn naam is Euphrasia Martin. Ik ben secretaris bij de call. Ik ben Sipora Oosterling. Ik ben commissaris bij de call. Ja. Oké, thank you ladies. Dan gaan we terug naar de kijken of die vergadering van het syndicaat is afgelopen, zodat we die mensen ook te spreken kunnen krijgen. Oh. Die privévergadering is nog steeds gaande. Zo, dan gaan we weer uit de live moeten, denk ik.